Dank u wel, voorzitter. Ja, vanuit Groen zijn we in ieder geval blij met de vooruitgang in het dossier van de blekerij. Allee, we denken dat inderdaad die leienboorden daar zeker opgekalafaterd moeten worden. Dus in die zin blij dat er iets is, maar we willen toch vier aandachtspunten naar voren brengen. Ja, het eerste is vandaag al uitgebreid aan bod gekomen, dat is die retail. Ik ga niet in herhaling vallen, maar ik zal het tot één zin beperken dan met mijn herhaling. We vinden het absoluut onbegrijpelijk dat de stad daar opnieuw retail zou voorzien. Tweede bezorgdheid is ook al gezegd, dus ik zal mij ook beperken, maar ik denk niet dat we de Bissegemnaren willen aandoen wat we ze gaan aandoen door daar op die manier te ontwikkelen. De verkeersafwikkeling van heel dat gebied moet door Bissegem, zeker als daar handel komt, want al die vrachtwagens, de kortste weg voor die vrachtwagens die goederen aanleveren om daar te verkopen, is via Bissegem. Dus iedere kast of auto of whatever dat je daar wilt gaan verkopen, zal via de plaats van Bissegem aangeleverd worden. Dus wie een hart heeft voor Bissegem, kan dit niet goedkeuren. Derde bezorgdheid is er eentje die vandaag nog niet gezegd is, maar dat is de industrieel waardevol erfgoed dat aanwezig is op die site. Een van de eerste plekken in onze stad waar industriële activiteit was, was net daar. En er staan een aantal mooie fysieke restanten van dat roemrijke industriële verleden van onze stad. Die zijn ook opgenomen in de inventaris. En we vinden het dan ook jammer dat er eigenlijk in voorliggende weinig tot geen rekening gehouden wordt of dat men niet oplegt om minstens een aantal elementen van het waardevol industrieel erfgoed te integreren in het nieuwe project dat daar moet komen. De stad zou dat volgens onze fractie moeten opleggen. Ik ga niet zeggen dat daar alles moet bewaard worden en helemaal herbouwd zoals het was, zeker niet. Maar ik denk dat een goede architect heden ten dagen in staat is om dat soort mooie, waardevolle industriële erfgoedsites te ontwikkelen op een manier die ook economisch rendabel is voor de mensen die dat willen ontwikkelen. En een vierde bezorgdheid voor ons is de aanwezigheid van de oude leiarm op die site. De stad wil aan de overkant een ecologisch waardevol park inrichten, dat is zeer goed. Kunnen we natuurlijk niet tegen zijn, maar ik denk dat we ons bewust moeten zijn van het feit dat er al een ecologisch waardevolle plek is. Daar met die oude leienarm. Dus ik denk dat we daar maximaal moeten inzetten om vanuit die bestaande kracht die site verder te ontwikkelen. En natuurlijk, het is een beetje fout misschien om mij te baseren op de beelden die al een hele tijd circuleren over die plannen. Maar als ik dan zie hoe die oude leienarm toegetakeld wordt en bijna gekanaliseerd wordt met bruggetjes en betonnen randen, dan denk ik oei, oei, oei. Als we klimaatstad willen zijn, laat ons dan minstens de plekken die ecologisch al waardevol zijn op dit moment versterken en verder uitbreiden eerder dan die in te betoneren. En ik denk dat wat vandaag voorligt te weinig garanties biedt op dat industrieel erfgoed, te weinig garanties biedt op het vertrekken van die ecologische meerwaarde van die oude leienarm. En de andere twee argumenten kent u al. Dus ik ben benieuwd naar uw antwoord. Dank u wel.